Hij zegt, I want to be very clear in my words. Nou, hij is dus helemaal niet zo duidelijk. Exclusief voor de patrons, voor de donateurs van de Merlin Post, maar ook een beetje van de Radio Gletscher natuurlijk. En in sommige rondjes, ja, die zijn een soort van, leeg. Blijkbaar hebben ze dus wel satellietbeelden. Blijkbaar hebben ze die informatie wel, maar willen ze niet vrijgeven. Wie zal ik eens gratie verlenen? Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn dus twee werelden die uit elkaar gaan. Of één wereld die in tweeën splitst. De serie The Orville. Dus dat is een beetje zeg maar een Star Trek-achtige serie. Wordt bijna hetzelfde gezegd. Het is heel, heel apart. En daarin wordt ook gezegd, democratie, dat dat is frustrerend en inefficiënt volgens mij. Ze gebruiken echt dezelfde bewoordingen. En we hebben duizenden jaren hebben we allemaal dingen uitgeprobeerd. En we zijn erachter gekomen, de democratie, dat is toch echt de beste vorm, de samenlevingsvorm. En wat natuurlijk een complete fictie is. We hebben helemaal geen allerlei systemen uitgeprobeerd duizenden jaren lang. En toen zijn we erachter gekomen, nee, democratie, dat is het goede systeem. En het is niet perfect, maar we moeten dit houden en bla 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 bla. Het is een complete fictie. We hebben helemaal niks uitgeprobeerd. Er is eigenlijk maar één regel. Doe een ander geen kwaad. We zijn zo ontzettend powerful dat we geen leiders nodig hebben. Maar dat we zelf prima in staat zijn om goede dingen te doen. Ik denk soms wel eens, ik moet mijn schoolgeld gewoon terugvragen, want er klopt helemaal niks meer van. Dus 25 jaar later denk ik van, ik heb er niks aan gehad. Dus jullie hebben me gewoon helemaal verkeerd voorgelicht. Allemaal verkeerde dingen aangeleerd. Dus ik wil mijn geld terug. De integriteit van het lichaam. Moet ik het toch een beetje inbrengen, denkt hij. Dus laat ik het maar even een beetje in een bijzinnetje. De bodies ook erbij betrekken. Dat ik toch een beetje daar een beetje een soort zaadje plant. En dat is wel grappig. Ik was een week geleden ergens. En toen was er iemand. En die zei, ADD bestaat niet meer. Het label ADD bestaat niet meer. Wordt niet meer gebruikt. Dat sociale verkeer tussen mensen mag ook wel anders. Andere onderwerpen, eerlijker, authentieker. Nou ja, al die dingen. Je zou denken een soort cirkeltje waar ze in lopen het hele jaar. En dan komen ze steeds op dezelfde plekken terug. Want ze weten ook, daar is voedsel. Als we daar volgend jaar terugkomen, dan is daar gewoon weer, kunnen we de bloemkolen weer uit de grond trekken. Die gevoelloze maatschappij voelt heel onveilig. En als je heel onveilig bent of voelt, dan moet je een beetje, zoals een ex-vriendin van mij ooit zei, ik heb heel vaak rode mieren. Ik heb heel vaak alsof er heel veel mieren over me heen lopen en daar word ik heel erg onrustig van. Die onrust komt van onveiligheid en die onveiligheid komt van het gevoelloze in deze samenleving.